Dag kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Jullie zien het al aan de titel, Liquid Smoke. En misschien denk je, wat de f*** is dat? Ja, dat dacht ik dus ook, ik had er nooit van gehoord. Ik zag het een keer voorbij komen in een video van Donnie, rapper Donnie. Die schijnt kookvideo's te maken. Nou, in deze video gaat hij dus een vegan versie maken van gerookte zalm. En gebruikt hij die Liquid Smoke als het rookaroma. Ik heb hier water en ik heb hier de Liquid Smoke. Hiermee gaan wij het rookeffect creëren, ruik maar. En toen zag ik ook een video van Gordon Ramsay daarna, waarin een kandidaat van Hell's Kitchen een druppeltje Liquid Smoke aan zijn burger toevoegt. En daar was Gordon niet blij mee, want het hoorde niet bij de originele ingrediënten waar ze van moesten koken. Liquid Smoke? Yes, just a drop. I didn't ask you to get crazy, I just want you to cook what was on your back. Do the recipe. Hoe wordt liquid smoke gemaakt? Er worden houtsnippers verbrand. De rook gaat via een schoorsteen naar een condensator, waar de rook wordt afgekoeld. Nou, dan krijg je dus zeg maar vloeibare rook en er wordt wat water, azijn aan toegevoegd en soms een beetje kleurstof. En ja, dat is heel populair in de vegan keuken dus. Maar goed mensen, ik heb het dus besteld. Ik heb het van de week binnengekregen, want het is niet zomaar in de supermarkt te krijgen. En ik ga hier vandaag een cheeseburger en een gewone hamburger mee maken. Voor het rookeffect. Ik ben echt benieuwd, mensen. Dus ik kan niet wachten. Blijf vooral kijken. Alright. Dan ga ik even het pakketje openmaken. Oké. Liquid smoke, vloeibare rook. Ik ga heel even ruiken. En misschien heel even proeven. Dat is wel handig om te weten hoe sterk het is. Hoe werkt dit? Zo. Oh, dit doet me denken. Ik heb echt, nou dat is denk ik wel 25 jaar geleden, heb ik een tijd bij Compaxo in Gouden gewerkt. Vleeswaren. En er was ook een rokerij. En dat ruik ik dus in dit flesje. Het is echt wel onwijs natuurlijk rookaroma. Dus ik heb hier hoge verwachtingen van. Even een heel klein drupje op mijn hand. Dan heb ik één drupje dat zal moeten volstaan, denk ik. Oké, mensen, ik ga burgers maken. Oké, dan heb ik hier een halve kilo runder gehakt. Maar ik ga maar twee burgers maken. Ik gebruik niet alles. Kijk, als ik nou ongeveer 100 gram per burger doe. Even een beetje uit mijn hoofd. Dat is wel genoeg denk ik, want ik maak twee kleine burgers. Ik denk dat dit wel genoeg is. Ik maak hier van de week wel weer pasta van of een gehaktbal of whatever. Ik kan alle kanten op. Ik doe er even een eitje bij. En wat peper en zout. En meer niet. En voor de rest gebruik ik als smaakstof alleen maar de liquid smoke. Kneden. Ja, ik moet er ook wat paneermeel bij doen. Voel ik al. Niet te veel, denk ik. Ja, een klein beetje paneermeel. Even dat hij wat steviger wordt weer. Een heel klein beetje. Nou, dit is spannend. Ik heb het nog nooit gedaan, zoals jullie weten. Ik doe er een heel klein beetje in. En dan proef ik het gewoon. En dan kan ik altijd nog meer toevoegen. Zo, het ruikt wel meteen al gerookt. Heel klein beetje. Oh, ik ruik het nou helemaal lekker, man. Oh ja, ook omdat die fles open staat. Ja, perfect. Hoop ik. Nou, dan doe ik. Kijk, ik heb hier een mooi bakje. Die gebruik ik gewoon om de burger mee te maken. Ik maak ook nog een keer zo'n burgervormpje kopen. Die zie ik heel vaak bij blokken op mijn werk voorbij komen.
Dat is ook wel handig. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om mezelf een beetje te plooien met spullen. Zo. Nou, de burgers zijn klaar. Nou, dan heb ik hier mijn contactgril. Ga ik aanzetten. Helemaal voluit. En dan heb ik, ga ik even twee broodjes pakken. Gewoon twee witte sesambollen. En tijdens dat de grill warm wordt, ga ik even de broodjes toasten in de pan. Zo. Even toasten tot ze een beetje goudbruin zijn. En dat is niet alleen erg lekker, maar ook heel handig. Want dan wordt je broodje niet zo zompig en valt hij veel minder snel uit elkaar. Kijk. Dat moeten we hebben. Klaar. Ik ga zo een cheeseburger maken en een gewone burger. En op die gewone burger ga ik een plakje, twee plakjes kalkoenham doen. Goed, de grill is klaar. Louis heet. Of een contactgril, whatever. Dan gaan we deze even lekker grillen. Zo, ik ruik dat rookaroma, heerlijk. Bijna klaar. Ik ga ze niet helemaal doorbakken. Ik vind het lekker als ze maar heel klein beetje medium zijn. Oké, even aan de kant. Oké, dan leg ik vast de broodjes klaar. Ik doe op elke burger. Een beetje ijsbergsla. Ik ga de ene ga ik dus een cheeseburger van maken. Die ga ik een beetje doen in McDonald's stijl. Ik heb wel eens de quarter pounder van de McDonald's nagemaakt. Dat was echt een groot succes. En ik hou van die smaakcombinatie van de quarter pounder. Dat zal ik zo laten zien. Die andere een plak ham. Daar maak ik gewoon hamburgerachtig iets van. Die rook. Oeh. Deze kan uit. Hier nog een plak smeltkaas. Hier nog een plakje ham. Kalkoenham. En doe ik op deze uiringetjes. Gewoon rauw. Dat vind ik lekkerder dan dat ik ze bak, kwam ik achter. En hier een beetje ketchup op. Een beetje mosterd. Een beetje gesnipperde ui. Dat zit ook op de quarter pounder namelijk. En een beetje augurk. Zo. En dan doe ik op deze een beetje ketchup. Een beetje van mijn favoriete mayonaise. En op deze ook een beetje augurk. Zo zijn ze een beetje hetzelfde, maar ook weer totaal anders. Deze erop. Kijk jongens. Oelala. Bam. Ik ga eten mensen. Ik ben zeer benieuwd naar die liquid smoke die er doorheen zit. Kijk, ziet er prachtig uit hè. Ik heb er expres maar geen friet bij gedaan, want anders krijg ik het niet op. Ik ruik dat rookaroma er lekker doorheen. Nou mensen, begin met de cheeseburger. Perfect. Ik doe dit voor de eerste keer. Ik heb niet geoefend, want ik heb het pakje nog niet opengemaakt. Maar dat rookaroma zit echt heel subtiel zo. Tussendoor omheen. Je proeft het. Het is niet te overheersend. Ik word een beetje enthousiast, sorry. Ja mensen. Ik ben fan. Ik ga hier vaker mee koken. Toch eens kijken hoe die veganisten nep bacon maken. Nep zalm. Even goed opletten. Sowieso een heerlijke burger, maar echt wat rookaroma. Het is net alsof het vlees echt in een rokerij heeft gehangen of gerookt is gewoon. Even een hapje van die andere. Oh, lekker met die ham ook. Die ham is een beetje knapperig. Heerlijk met die ui, met die
Zo. Echt serieus. 10 keer lekkerder dan die burger uit mijn vorige video, weet je nog? Ik betaalde voor die liquid smoke, inclusief verzend, kostte geloof ik iets van 12 zoveel. Dus ik denk dat die fles iets van 7 euro was, een halve liter. Nou, je zag hoe weinig je erin hoeft te doen. Voor mij doe je er wel een jaar mee. Ik weet niet hoe lang het goed blijft. Echt fantastisch, mensen. Serieus, ik vind het echt gewoon een magische vloeistof of zo. Oké, mensen, dikke aanrader dit. Ja, ik zou het een keer gaan proberen als ik jou was. En zeker misschien Herman en Gea. Een keertje leuk als jullie een gerechtje maken met een beetje rooksmaak. Weet je, ik vind het echt wat voor jullie ook. Jullie zullen het vast wel kennen, denk ik. Maar omdat jullie vegan zijn. Maar goed, mensen, ik ga even verder genieten van deze burgers. En ik wens je een hele fijne donderdag toe. En ik zie jullie zondag bij een nieuwe video. Later!